Delano Asante, vandaag scoor jij je vierde treffer inmiddels van dit seizoen. Maar deze heel erg belangrijk, want je werd de matchwinner ermee. Ja, zeker. Ik maakte 1-0 en als ploeg hebben we het lang voorgehouden om die 1-0 binnen te halen. En uiteindelijk is het een belangrijke goal en dat is hartstikke lekker. Wel bijzonder, wat jullie in 45 minuten niet lukt, lukt wel in 45 seconden in de tweede helft. Ja, ik denk dat we op zich wel een prima eerste helft speelden. Maar we hebben in de rust natuurlijk met elkaar gezeten. En dan bespreek je een aantal dingen. En dan zeg je van, we willen scherp die kleedkamer uitkomen. En uiteindelijk zie je dat het wel lukt. En dat we uiteindelijk de overwinning over de streep trekken. Gaan we terug naar de eerste helft. Jij werd een keer teruggefloten, wat volgens mij helemaal niet de bedoeling was. Nee, ik twijfelde zelf ook heel erg. Ik dacht eigenlijk dat het geen buitenspel was. Maar uiteindelijk bepaalt de scheidsrechter. En dan is het jammer dat hij niet door laat spelen. De tweede helft ontwikkelt zich. Wat denk je dan? Is het dan hink op twee gedachten van joh, als wij niet scoren dan moeten we die 1-0 maar verdedigen? Of toch maar de hoop dat die 2-0 gaat vallen? Ja, ik denk dat we wel een aantal kansjes nog hebben gehad om die 2-0 binnen te schieten. Alleen ik denk zoals je vorige week ziet dat we hem in de 93e minuut nog tegenkrijgen. Dat het nu belangrijk is dat je die overwinning toch over de streep trekt. Dus we hebben het eigenlijk goed volgehouden. En 3 puntjes is heel lekker nu in deze situatie. Hoop je dan toch stiekem dat je toch niet uitloopt naar 2 of 3-0, want dan ben jij toch degene die de winnende heeft gemaakt? Ja, nou, het maakt uiteindelijk niet uit wie je maakt, maar het is gewoon lekker dat we nu de 3 punten hebben gepakt. Dus ja, dat is lekker. Vind jij ook wel lekker, want ik heb even gekeken, 4 wedstrijden stond je al droog. Maar goed, dat deed jou niet. Je hebt die basisplaats en dat is voor jou het belangrijkste. Ja, ik ben ontzettend blij met mijn basisplaats en wie je maakt, dat maakt niet uit. Maar ik heb ook wat assist gegeven en dat is ook hartstikke belangrijk. Dus het gaat goed. Wat zegt het jou dat jij de eerste speler was met wie het contract verlengd is voor volgend jaar en zelfs daarop? Ja, dat is mooi. Dat spreekt vertrouwen uit. En het is lekker dat ik als eerste mag verlengen en eigenlijk die zekerheid heb. Ja, want je voelt je helemaal prima in het systeem zoals we nu spelen, hè? Ja, dit ligt mij wel goed. Veel ruimte in de rug van de verdedigers, dus ik kan mijn snelheid goed benutten. En dat zag je vandaag ook eigenlijk bij de goal, dat op snelheid dat ik er langs ging en hem afmaak. Dus het is wel mijn systeem eigenlijk. Nu 9 wedstrijden op rij ongeslagen met 7 overwinningen. Dan moet je het in de laatste 2 wedstrijden tegen Noordhek en Scheveningen, en dat zijn hele lastige, niet gaan verkloten. Nee, daar ga ik zeker niet van uit. Maar het is natuurlijk altijd een wedstrijd op zich. En we zijn er nu heel wat ongeslagen achter elkaar. Dus het wordt volgende week weer hartstikke belangrijk om die 3 punten binnen te halen. En dan richting de winterstop te gaan met 6 punten nog erbij. Het was wel bijzonder dat jullie vandaag wonnen. Want ik weet, jullie hebben vanavond de stapavond. En meestal zat er dan een negatief resultaat, ging daaraan vooraf, hè? Ja, meestal liep het niet goed af tijdens de wedstrijd. Dus het is mooi dat we vandaag winnen en dan kunnen we lekker doorpakken richting vanavond. Mag ik vragen in welke stad jullie onveilig gaan maken vanavond? Rotterdam. Kijk eens aan. Hey, veel plezier en volgende week en die week erop gewoon nog even 6 punten. Ja, zeker. 100%.